indrukwekkend. Ik hoop dat ze u niet al te zeer van streek hebben gemaakt. Misschien helpt het als ik u zeg dat we hier in de prachtige theaterzaal De Mythe in Goes zijn en ver weg van de Cook County Jail in Chicago. Het is voor het eerst dat ons koor werkt met solisten. Dat is wel bijzonder. Lef, uitstralingsvermogen zijn dan belangrijke eigenschappen. Na de pauze zullen we nog een nummer voor u zingen en u kunt dan weer luisteren naar andere solisten. Sommigen onder u zijn al eens aanwezig geweest bij een repetitie van koor A58 in Rilland en hebben gezien dat er meestal, zo tussen de 70 en de 80 koorleden aanwezig zijn, een strakke focus moet worden gehouden op de muziek, tekst, presentatie. Onze artistieke leider Rob van der Meulen voor de groep serieus, met humor, met muzikaliteit, veel eisend, soms tevreden, soms wat minder. Christian Blaha op de piano, onmisbare muzikale ondersteuning, strak complexe notenlijnen volgend. Helaas geen gelegenheid om virtueus te improviseren, maar dat kan die wel. Van ons als koorzangeressen en zangers wordt verwacht dat op de repetities is gedaan wat als huiswerk mee naar huis is genomen. Vaak betekent dat flink studeren thuis op zolderkamertjes, studeerkamertjes waarmee ik huisgenoot over mee kan praten. En dan nu tijd voor de volgende twee nummers. U hoort straks Balmaskini. Dat is een nummer uit Phantom of the Opera van Andrew Lloyd Webber. Deftige dames en heren die gezamenlijk een chicfeestje ondergaan, na elkaar tegelijkertijd toch wat wantrouwen. Schuilgaan achter maskers betekent immers anoniem blijven. Is het allemaal schoon, schijn of werkelijkheid? Is het kleurrijk of bevinden we ons in een nepwereld van papier-maché? Heel anders dan de huidige feestjes, met veel elektrisch licht, laserlicht, elektronica en geluid. Maar net als toen is het nu ook heel belangrijk om te zien en gezien te worden. Maar eerst zingen we voor u Sunrise Sunset. Dat is een liedje uit de musical Anatevka en misschien kent u het wel onder de titel Fiddler on the Roof. In dit lied kijken oudere mensen terug op hun leven. Verbaasd dat de jaren zo snel voorbij zijn gegaan. Is die jonge vrouw daar het kleine kindje wat ik 9 maanden bij me gedragen heb? Wanneer is ze zo groot geworden? Is die knappe jongen daar het kereltje wat zo lief met zijn blokken kon spelen? Ik heb me even omgedraaid en hij is volwassen. Het is zoals het leven zich gedurende de jaren die verstrijken voltrekt. Luistert u naar Sunrise Sunset.
Voor de pauze met een tekst recht uit ons hart. Let the sunshine.